Volgende week ga ik een video opnemen met een Holland's Next Top Model deelnemer. En mijn vriend die is ziek en die denkt dat hij doodgaat. Ik ben al de kluts kwijt. Ik ben alweer gezet en alles. Dit is echt niet oké. En dan... Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag. Ik moet heel snel nog de vlog afronden en die opsturen naar Sanne. Zodat hij op YouTube gepost kan worden vanavond. En in de middag krijg ik nieuwe tanden. Dit is namelijk een effacing. En wat is een effacing? Een effacing is gewoon een laagje over je tanden heen. En die ga ik nu na 4 jaar weer vervangen. Dus dan komt er een nieuw laagje op. Wordt die wat witter. Zo, ik ben klaar. Dit is het resultaat. Het is nu ietsjes witter. En ik had hieronder wat beschadigingen. En die zijn dus nu weer rechtgemaakt. Ik ben dus Holland's Next Top Model aan het kijken. Dit is de finale. En ik besloot om maar te vertellen wat ik volgende week ga doen. Volgende week ga ik een video opnemen met een Holland's Next Top Model deelnemer. Ik ga uiteraard niet verklappen wie dat is. Maar ik heb er super veel zin in. En behalve deze Holland's Next Top Model deelnemer zijn er nog een aantal andere leuke mensen die ik in de maand november wat leuks mee ga doen. Dat wordt allemaal samen een nieuwe rubriek op het YouTube kanaal van Grazia dus. Daar heb ik super veel zin in. Dus ja, ik zou maar blijven kijken als ik jullie was. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben onderweg naar Amsterdam. Een paar afspraakjes. Mijn jas is van de Bershka. Hij is van vorig jaar. Ik had zo eentje bij de ASOS gezien, maar die was uitverkocht. Gelukkig had Bershka hem wel. T-shirt is van Big Day. Er staat Love You Like Kanye Loves Kanye. Broek is van Zara. Zara schoenen. En mijn Gucci tas. Echt zo stom. Ik ben mijn OV-chipkaart dus vergeten. Waardoor ik net moest zwart rijden. Want anders zou ik mijn tram missen en zou ik te laat komen voor mijn afspraak. En dat wilde ik niet. Maar goed, ik bedoel, als we heel eerlijk zijn. Iedereen neemt de tram 5 of tram 24 wel eens stiekem zwart, toch? Oké, ik haat mijn leven echt op dit moment. Want de R&M H&M collectie is gewoon te leuk. En ik ben te broke daarvoor. Ik weet niet of ik dat al verteld had. Maar ik ga nu even koffie drinken met Maaike. En Maaike die werkt bij Designer Vintage. En ja, het is gewoon echt geen straf om mijn kantoor te bezoeken. Want ze hebben zo'n leuk kantoor met natuurlijk te gekke spullen. Ze hebben waar op kantoor afgesproken. Even een koffie doen, even weer bijkletsen. En daarna ga ik dus naar H&M. Het is een dag vol mooie dingen en deprimerende dingen. Heel mooi. Als je hem even bewaart met kerst, kan ik hem voor kerst vragen. Mooi dit. Is het voor de tijd? Ja. Nee, ik reserveer hem alvast. Hebberigheid keer 3.0 slaat echt toe. Dit is echt slecht. En Janine is ook al de klot, denk ik. Ik ben al de kluts kwijt. Ik ben alweer verzetterd alles. Niet oké. Okay. Dit is echt niet oké. Okay. En ik sta nu bij de mannencollectie, moet je nagaan. Het is woensdag. Het is ochtend. Het is koud. En ik ben moe. En mijn vriend die is ziek en die denkt dat hij doodgaat. Jezus. Hebben alle mannen dat? Die van mij denk ik echt bij een klein beetje snotneus en een beetje hoesten en een beetje keelpijn. Dan denkt hij dat hij de griep heeft. Maar goed, ik ga even snel naar de Albert Heijn voor hem. Ik ga wat vitamintjes halen, persinesappelen, lekker ontbijtje, croissantje. Mijn vrouwen zijn gewoon veel sterker dan mannen. Dus het schijnt inderdaad geen zon. Maar ja, die kijken wel gemiddeld een paar honderd mensen naar mijn vlog voor hetzelfde geld. Kom ik iemand tegen bij een Albert Heijn en dan zie ik er zo uit. Ik ga nu even naar Amsterdam, naar het Nix event. Want als iemand zegt ik wil niks, dan geeft diegene niks. Met H&M, comma trui, Wrangler broek, Adidas schoenen. De auto in Amsterdam is echt een nachtmerrie. Ik ben al 3 kwartier rondjes aan het rijden. Ik zoek een parkeerplaats, maar het lukt niet. Dus ik dacht, oh ja, er is iets als Oosterdok, maar die is vol. Oh, echt verschrikkelijk dit. Ik moet zo ook weer naar college. Yes, ik heb een parkeerplek. Hehe. Dankzij
hashtag Greenpeace kan je dus iemand voor de feestdagen of voor zijn of haar verjaardag niks geven. En wat doe je dan? Dan kan je voor 0 euro of 15 euro, 100 euro, 200 euro, voor hoeveel jij wilt, een doosje niks kopen. En die geef je dan aan hem of haar. Want ja, Nederland is toch een van de meest welvarende landen. Waardoor meestal de vraag op wat wil je hebben, niks is. En daar hebben ze me op ingespeeld. En mijn zusje is vandaag jarig. Dus ik heb voor haar een doosje niks gehaald. En tegelijkertijd steun ik ook nog eens het goede doel. Alsjeblieft, gefeliciteerd, Lelykert. Dankjewel. Mag ik kijken? Ja. Natuurlijk. Ik bijvoorbeeld een rijst gaan zoeken. Huh? Ja. I am the one, don't need the time, don't need the time to get respect. Dankjewel. Dankjewel. Concealer heb gedaan, foundation heb gedaan, mijn wenkbrauw heb gedaan. Dan ga ik over naar een beetje contouren, een beetje wat kleur geven aan mijn gezicht. Ik ben nogal wit, ik ben nogal bleek. Dus dan doe ik een beetje hier. Ik heb de verkeerde gepakt, deze bronzer. Waar was ik gebleven? Mijn bronzer. Deze zit een beetje glitter in, maar niet heel veel. Ik ga een stap te snel. Meestal breng ik eerst mijn highlighter aan, zodat ik weet wat mijn grens is. Want ik heb wel eens de neiging om te veel hier te gaan zitten met mijn bronzer. En dat vind ik nooit zo mooi. Ik gebruik Charlotte Tilbury. Dit wordt dan mijn grens. Dit wordt dan mijn highlighter. Oeh, wow, wow, wacht even. Gaan we snel omkleden? Oh, wat erg. Ik ga automatisch mee. Anyway, ik ga nu naar school. Voor les ga ik naar een paar PR-bureaus. Kijken wat ze allemaal hebben. Wat het nieuwe seizoen wordt. Wat je allemaal kan lenen voor fotoshoots. Dus voor alle bloggers, magazines, etc. Is dit de week waarin je weer een beetje inspiratie op kan doen. Ik ben een beetje geblesseerd. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar ik heb zo een pijn aan mijn linkerschouder. Ik kon mezelf niet eens aankleden, want ik krijg mijn armen niet omhoog. Het is echt precies hier. Maar goed, ik ga even snel naar Amsterdam nu. Even lunchen met een vriendin. En een beetje aan school werken. Want ik wil niet zo meteen weer hoeven te herkansen. Au, 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 au. Ik kan mijn rechterarm, nee, mijn linkerarm niet gebruiken. Oh, dat doet zoveel pijn. Auw! Shit! Ja, dan maar rijden met R1 arm. Oh shit. Kijk eens, we gaan naar Jax hier. En lekker. We gaan een ginger shot bij Jax. Dat gaan we hier gemaakt. Wacht. Vertel eerst. Wat is het? Nee. Okay. Hoe hard ik aan het werk ben deze dag? Ja. Maar gewoon bedankt eigenlijk voor mij. Ik ben echt klaar. Ik zit al de hele dag bij Jax. Maar het is wel heel gezellig hier. Ja. En we gaan onze vrijdagavond inluiden met muziek en een ginger shot. Muziek, Horiflex en een ginger shot. Beter kan niet. Let's go. Zo, cheers. Drink je wel eens? Oh shit, ik adem in. Vodka shot. Dit was mijn eerste keer. Oh, hey man. Heftig, hè? Nou, vodka is beter. Jongens, check deze ananas. Die moet ik echt mee. Weet je wat, we gaan ruilen. Ik neem mijn ananas hier naartoe. En dan neem ik die mee. Ik ga al niet meer met die ananas. Neem hem mee. Sanne heeft ontbijt voor mij gemaakt. Het is echt mijn favoriet. Kipfilet met avocado en rode peper. We gaan even heel snel naar vrienden toe. En dan in de avond ga ik eten met Foen. Foen is jarig. Foen was jarig. Ik weet nog steeds niet waar ik haar mee naartoe neem, maar ik denk dat het Loetje wordt. Even snel wat ik aan heb. Het t-shirt is van Samsu Samsu. Zara broek. Fishnet sokken. Hier komt een rode jas overheen met River Island schoentjes. Ik heb trouwens laatst, wow, dit is nog donker. Ik heb laatst bij Forever 21 echt van die hele leuke oorbellen gehaald.
echt een hele oorbellen stash ingeslagen. De bril is van Mr. Spex. Deze is van Beats by Romy. En dan heb ik uiteindelijk toch mijn kitten heels gedaan, want mijn hak was stuk. Lekker eten! Oké, jongens, dit ga je nu niet geloven. Fong eet haar crème brûlée zonder het lekkerste stukje van een crème brûlée. Neem dan gewoon vla. Nee, maar dit is veel lekkerder dan vla. Nee, je bent gek. Jij mag die suiker. Maar maakt niet uit, ik eet het met alle liefde voor je op. Nou guys, Shady is zo gierig voor suiker. Laat zien hoe je dat doet. Gewoon, dit is zeg maar mijn tip voor jullie. Dat randje, dat zit soms vast aan je kop. Dit randje bedoelt ze zo. En dan moet je gewoon even zo doen. Zo. En dan komt het los. Eet smakelijk. Oké, dit is dus mijn zwerver outfit. Los daarvan. Ik heb haast. Ik moet me gaan voorbereiden voor de video die ik morgen ga opnemen met een Holland's Next Top Model deelnemer. Dinsdag ga ik naar Parijs. Oh, wacht. Ik ben nu allemaal aan het verklappen wat ik ga doen volgende week. Ga ik lekker niet meer zeggen. Dus dat betekent dat jullie aanstaande maandag gewoon weer naar de vlog moeten kijken. Jongens, ik loop nu van de Biep naar de auto. En er gebeurde net echt iets best wel bizars in de lift van de Biep. Er was iemand in de lift en die keek naar me en die zegt... Oh, hey, jij bent de Grazia-vlogger. En ik stond daar en ik dacht... Huh? Kan iemand me al herkennen? Weet je, dat is best wel shocking of zo. Maar wel heel leuk. Dus ik vond het heel leuk om je even gesproken te hebben, Maima. En hier hebben we Roy Ishak. Hey. Want Roy's camera is gewoon freaking dope. En die ga ik even lenen. Maar ja, dat dus. Wil je me helpen de vlog afsluiten? Ik doe het al elke week. Ik kan het niet nog vaker doen. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken allemaal. Vond je het een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Tot volgende week. Doei. Jongens, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En tot volgende week.